Meneer Leterme, of Yves, we hebben jou gevraagd welk fragment je voor eens en voor altijd zou willen wissen, mocht je de kans krijgen. Met welk fragment wilt u nooit meer geconfronteerd worden? Kunt u voorspellen, denk ik, nee? Zelf geen idee? Ik heb een bruin vermoeden, maar... De passage denk ik in de journaals, 21 juli 2007. De nationale feestdag. Op de trappen van de kathedraal. De vraag van uw collega Christophe of Frederik de Borsu, een van de twee. Een van de Borsu, ja. Over... ja, om de Marseille... De Brabanton. Had hij nu maar gevraagd om de Marseillaise te zeggen. We gaan er voor de allerlaatste keer naar kijken. Il paraît que les Belges ne connaissent pas bien la Belgique. Est-ce que vous savez pourquoi on fête le 21 juillet le 21 juillet? C'est le, je crois, la proclamation de la Constitution. Non, c'est autre chose. C'est un rapport avec Léopold Ier. Pardon? C'est un rapport avec Léopold Ier. Ça doit être la désignation de Léopold Ier. Prestation de serment. Prestation de serment, voilà. Et la Brabançonne, vous la connaissez? Un peu, oui. Allez-y. Allons, enfants de la patrie, je dois rester. C'est vraiment la Brabançonne, ça. Pardon? La Brabançonne, c'est vraiment ça. Oh, je sais pas. En op dat moment denk ik dat u het wist, hè, als hij zei van... Maar zingt u eens de eerste twee zinnen in het Frans van de Brabançon? Nee. Dat is het enige goede antwoord, denk ik. Ik ken dat is juist, dat was het enige goede antwoord. Ja. Dat is juist. Je zou moeten kunnen zeggen in België ook Ealor. Maar wij zijn er niet het land naar, dus dat kan je maar beter laten. Ik zou zeggen, ik kan niet zingen. Maar ik kan wel zingen en ik lieg niet, maar ja. Ik had moeten zeggen, nee, ik heb het geen tijd. Het stond er. Ja. Eigenlijk is dit fragment, dat heeft een soort symbolische waarde gekregen. Hè? Dat was eigenlijk het moment waar het nu en dan eens fout is beginnen gaan. Ja. Ja. Maar dan hebt u zich geëxcuseerd. Ja. En dan was er weer een heel spel dat u zich alleen geëxcuseerd hebt in het Nederlands. Ja, terwijl dat absoluut niet bewust was dat ik dat alleen in het Nederlands deed. Ik beweer van mezelf dat ik redelijk goed Frans spreek. U spreekt voortreffelijk Frans. Ik heb dat gewoon zo gedaan. Maar ja, op de duur is het nooit meer goed. Hè? Ja, want dan kreeg je... Nee, is dat ook niet een beetje, want dat denken mensen dan van... Dat is de revanchard die dan zegt van... Ik zal ze nog een beetje treiteren door het dan niet in het Frans te doen. Nee. Bart, we hebben aan jou ook gevraagd welk fragment je voor eens en voor altijd zou willen wissen uit het archief. Ik heb ooit, ik denk in het jaar 86, aanvaard om een soort opvolgerschap van Willem Ruis in Nederland, zo'n soort weggeefshow waar je je gewicht in guldens kon winnen. En daar was op een bepaald moment de ellende van, dat was in Limburg, dat is nu niet erg, maar in Nederlands Limburg, in de winter. En de opdracht was tijdens die liveshow op Veronica, ruk er bij je thuis de voordeur uit, kom er mee naar dit theater en maak kans om je gewicht in guldens te winnen. Ondertussen was er een gruwelijke carnavalskraker van de deurzakkers. Geef ons de sleutel maar, dan ben je altijd klaar. En dus die mensen die kwamen, en om het niet te erg te maken... Met hun voordeur. Nee, maar dus dat betekent hoeveel Limburgse huizen waren dan ontvoordeurd. Ja. Vriezeman kon daar gewoon naar binnen. Het was midden in de winter. Het was midden in de winter. Dus die mensen waren met zekerheid vervroren. En verder met duizenden. En slechts één kon zijn gewicht in guldens winnen. Dus ik vond dat zo... Gênant. TV op zijn allerplaatst. En ik zat er middenin. Sterker nog, ik was de presentator. En weer geen vliegende camera's. Dus ik moest het allemaal zelf bij elkaar vliegen. Het programma heeft 20 minuten te lang geduurd. Daarom. We gaan er even naar kijken voor we definitief en dan wisten we het voor altijd. Kan je binnen 20 minuten hier komen, maar met een deur? Ja, ja, ja. Met een deur, dan ben je meer dan welkom. Ga maar door, langs. Een autodeur! Een autodeur! Een autoportier, heel verstandig. De eerste ijskastdeur est arrivé. In de hal te tonen hoeveel mensen er met een deur gekomen zijn. Ik weet niet of u mij hoort. Ik ga... Ik wring me voor het publiek. De draagbare camera is er nog. Maak plaats voor de draagbare camera als het kan. We zouden graag een overzicht krijgen hoeveel deuren er met name in deze hal zijn. Dus, ja. Dames en heren. Wij bevinden ons hier live in Theater De Kring te Roosendaal. En alweer is het een beetje uitgelopen. Wat ons vooral opviel,
los van de geweldige drukte, was toch het... ik denk dat we het even... Hoe dat eruit zag. Ja. Ja, maar... Ik heb er een verklaring van. Kijk. Dan moet je weten, dat de paddo bestond nog niet in Nederland. Dus mascara en geverfd haar. En, ik weet het. En lippenstift. Nee, dat geloof ik niet. En lingerie. dat wel. Inderdaad, dat was naar het voorbeeld van Egypte, maar dat was in de 80's. In de 80's was zoiets heel logisch. Was het logisch dat je haar zwart verfde en daar van die... gezinshoeveelheid, maar dan niet Willy Klaas gezinshoeveelheid de Shell in. Yves, want Yves is tenslotte een generatiegenoot. U hebt dat vast dan ook wel wat gedaan. Nooit. Dit soort toestanden? Nee. U gebruikte geen mascara in de jaren 80. Nee. Dat is in de jaren 90. Dat vind ik wel echt... Maar in de jaren 80 was dat heel logisch, dus, want Iggy Pop deed het. Ik deed het omdat Iggy Pop het deed. Maar in Nederland dachten de mensen, ja, hij doet het omdat Jos Brink het doet. Het is een statement. Ja. En ik heb toen niet alleen concours in het blad Flair gewonnen, maar ook in meer de gay... Ik gaf toen ook geen interviews over mijn lief en zo. Meda, heb je dat bewust in het midden gehouden in Nederland, dat je anders was? Het streelde wel je ijdelheid misschien, want het toch wel... Het is toch gezinsuitbreiding, hè? Ja. Ja. Nee. Jos Brink was wel een ster, natuurlijk. Jos Brink was een ster. Nee, eigenlijk, ik trok mij dat op dat moment niet aan. Het verbaast ons wel, want er is nog een ander fragment. Iets dat wij in jouw plaats zouden willen wissen. Dat je geen ander fragment hebt gekozen. Het betreft een fragment uit de jaren 80. Je was ooit in Argus... Programma met Jan van Rompuy en Jesse de Kaluwe. Onvolprezen programma met Jan van Rompuy. Was je ooit te gast en je was daar samen met je moeder knipselgast. En je had als opdracht iets uit de krant naar voren brengen wat jou frappant leek of wat je was opgevallen. En dit was het resultaat. Het nieuwsblad van donderdag, Bart. 3 nonnen aangereden op het zebrapad. Er stond op de cover van het nieuwsblad. Ja. En 3 nonnen... Dus in die krant wordt voorgesteld van, je ziet de wereld, dan heb je het plaatsje Assen, en dan is het dus een kaart waarop staat de stationsstraat, het bewuste zebrapad, en hoe de auto dus precies uit westelijke richting kwam aan. Ja. Je hebt zoiets van, bij het opstijgen van een space shuttle kan je een plan maken, maar bij het aanrijden van een aantal zusters vind ik dat toch een beetje gek. Het is van, wij staan hier aan de stationsstraat van Assen, en daar komt deze zebrapad. Het is gelukkig goed afgelopen, en ik wil ze van hieruit het allerbeste toewensen. Het is in elk geval, zusters. In elk geval duidelijk, hè. Dat denk ik niet. Ja. Dat was het programma. Toen ging het programma 20 minuten verder. En dan kwam Jan van Rompuy terug op datzelfde onderwerp. Bart, er zijn wat boze en ook bedroefde telefoons binnengekomen in verband met het knipsel dat je hebt gekozen over de bedroefde. 3 nonnen aangereden op het zebrapad. Er is een telefoon gekomen uit Assen. Hier was nog sprake van verwondingen, maar het is slechter afgelopen. Ik wilde... Dat hebben mensen van uw redactie ook gemeld. Ik wil alleen zeggen dat ik me alleen vrolijk maakte over de afbeelding die erbij hoorde en niet over het lot... van die zusters, want dat is dus erger dan... Wellicht zou je het ook niet gekozen hebben als je geweten had... Ik zou het in geen geval gekozen hebben als het slecht was afgegaan. Dat is daarmee zo gezegd. Dank je, Bart. Oké. Die waren dus wel alle drie flutken dood, hè. Die waren volledig dood. En die waren niet alle drie dood. Pas op wat je doet nu. Oeh, er was er maar eentje dood. Ja, maar... De andere twee gaan hier binnen. Ja. Hier zijn ze wel. Hier zijn ze dan. De overlevende onuitassen. Maar het ding is, en dat werd daar niet bij gezegd door die Jan van Rompuy, dat bij mijn vader waren ze met 18, hè, waaronder gewoon 7 geestelijke, 2 nonkelpastoors, 5 tante nonnetjes. Dus ik dacht, dat zijn, met zekerheid is er een van mijn tantes bij. Dus, en zeker, in ons familie valt dat heel slecht. Je vrolijk maken over doodgereden nonnen. Wist het. Het is gewist. Voor altijd gewist.